Hey iedereen, welkom in deze gloednieuwe weervideo van Noodweer Benelux. Het zal opnieuw een bijzonder spannende editie worden, want er is winterse neerslaapweg richting de Benelux... Enerzijds eerst op zondag en maandag, maar vooral op woensdag en donderdag neemt die kans op sneeuw toe. Nu, voor we deze weervideo helemaal technisch gaan toelichten op de laatste nieuwe weermodellen, een grote stok achter de deur. De neerslagzone bestaat uit regen en mogelijk veel sneeuw. 10, 15, wat zeg ik, 20 centimeter sneeuw kan er vallen. Ik zeg kan. Heel belangrijk, we zien in die laatste weermodellen en berekeningen dat die neerslagzone iets zuidelijker gaat richting Frankrijk of zelfs iets noordelijker gaat richting België. Dus we gaan dit heel goed moeten opvolgen. Het kan perfect zijn, mensen, dat we in die periode van woensdag tot vrijdag dat die sneeuwzone ons niet bereikt en dat we uiteindelijk in een. Ja, toch wel slappe winterse episoden terechtkomen. Maar als er sneeuw valt, dan gaat het de jackpot worden. Nu, als u dit een heel belangrijke weervideo vindt, en u wil op maandag na het weekend een nieuwe video op dit YouTube-kanaal, laat even een blauw duimpje los. Vorige weervideo's die gingen standaard naar 20.000 mensen die die gezien hebben, en bijna 2.000 duimpjes. Wel... We gaan er een wedstrijd van maken in deze update. Halen we 2000 duimpjes, dan mag u zich in de loop van maandag verwachten aan die toch wel bijzonder boeiende update. Die gaat er moeten komen, hoop ik. Dus dat laat ik even aan jullie over. U ziet onze website: dat is noodweer.be. En ik kan eigenlijk vrij kort zijn. En de. Korte termijn gaan we een winterspreekje krijgen vanaf de zondagavond maandag het gaat afkoelen de bovenlucht op 1500 meter gaat ook Afkoelen en dat gaat winterse buien triggeren. Die hoogste kans op sneeuwvlokjes zit boven Nederland en boven delen van België. Het uiterste westen van België, ja, dat gaat een moeilijke zaak worden voor sneeuwval. Zeker op uh, maandag. Maar goed, het kan overal tot wat winterse neerslag komen. Dus als u zich op de weg beheeft, wees zeker voorzichtig. We gaan even kijken. Naar die weersverwachting voor de komende dagen. We starten met de beeld in Nederland. En daar zien we ook op maandag en op woensdag die sneeuwvlokjes ingetekend. Maandag veelal buien van smeltende sneeuw, korrelhagel, misschien een mooie regenboog of onweer. Dus laat het ook zeker even los in onze Weer-app. U kent die misschien, hij staat hier ook op onze site te blinken. Die heet Weerflash. Gratis te downloaden voor Android en iOS. En dan woensdag opnieuw sneeuwvlokjes volgens dit uh, weermodel. In Nederland nu, ik moet er meteen bij zeggen, die woensdag en donderdag, die sneeuw in Nederland, het is echt wel heel tricky voor jullie. Hoe zuidelijker je gaat volgens de laatste berekening, dus ongeveer België-Luxemburg, hoe meer kans op die regen of een pak sneeuw. 10, 15... Ik zie zelfs berekeningen tot 20 centimeter sneeuw. Het is echt uh, ongelooflijk. Voor ons als weerdienst is het een bijzonder spannende situatie. Het is er op of eronder. Of om het met een quote te zeggen, to be or not to be. That's the question. Dus heel bijzonder hier dat we die sneeuwvlokken al in de meerdaagse weersverwachting zien. Nu voor Ukkel zien we dat ook. En maandag zou dat voor Ukkel zelfs sneeuw kunnen opleveren. Woensdag opnieuw sneeuw-iconen bij 0 graden overdag. Dus u begrijpt, die sneeuw zou kunnen blijven liggen. Nu, we gaan het uh, in jullie handen leggen. Gaan we naar 2000 duimpjes gaan? Wel, dan mag je u aan die update verwachten. Anders is het woensdag aanstaande een nieuwe livestream om 8 uur s'avonds. En stel u voor, bij sneeuwval, dan gaan we. 1500, 2000 mensen of meer kijkers live hebben. U mag de borst nat maken dan. Goed, en uh, als u nog vragen heeft, dan kan u uiteraard op onze site terecht. Niet bij de weerfoto's, maar wel bij de weersverwachtingen. En daar ziet u dat we op dit moment naar een 1500 uh, reacties staan. Dus echt mensen, heel veel animo op onze site. Waarvoor enorme dank. Goed, dan gaan we even kijken naar de temperatuur. En de temperatuur in Europa is helder. We zien in Scandinavië dat de heel intense frisco eigenlijk is verdwenen naar delen van Rusland, min 25 tot lokaal min 30 graden. En dan hebben we nog een tong gevuld met koude lucht die zich bezighoudt ja, eigenlijk in de buurt van Frankrijk, de Alpen, het zuiden van Duitsland en zo verder. Een deel van België profiteert ook nog mee met betrekkelijk. Lage temperaturen. En het is, ja, kantje boord. Wat gaat dat maandag, dinsdag, woensdag, donderdag doen? Dat gaan we zo meteen even bekijken in die weermodellen. Een warme oproep, mensen. We zijn er bijna. 30.000 abonnees op dit YouTube-kanaal. Dus als je nog niet geabonneerd bent, je wil graag die laatste weervideo's of livestreams ontvangen, het is gratis. Dus kom er gewoon even bij in de livestreams, als je geabonneerd bent. Kan je ook gemakkelijk meer reageren in de live chat? 30.000, ongelooflijk. Goed, dan gaan we even kijken. Korte termijn. Wat is eigenlijk de situatie en wat is de moeilijkheidsgraad? Heel simpel, het wordt een vrij technische weervideo, maar dat is belangrijk. We gaan de Benelux markeren in de hele cirkel. Dat doen we drie maal. En dan hebben we eigenlijk drie um, mogelijke scenario's. En in die mogelijke scenario's zie je. De sneeuwzone liggen. En de sneeuwzone hier gemarkeerd met een paarse kleur. Ja, het meest haalbare scenario is eigenlijk de linkerzijde, dat die sneeuwzone binnenkomt via het zuiden van de UK en het noorden van Frankrijk. En België kan veroveren. Minst haalbaar is dat die sneeuwzone. Noordelijker gaat en een deel van Nederland meepakt. Er zijn een aantal berekeningen die dat doen, maar die zijn in de minderheid. En dan eigenlijk het minst haalbaar scenario is eigenlijk dat die sneeuwzone boven Frankrijk blijft en dat eigenlijk de Benelux, de Lage Landen, geen sneeuw zien. Dus ja, sneeuwliefhebbers, ik denk dat u allen zitten hopen op model 1, model 2. En als u geen sneeuw wil, dan hoopt u op model 3. Dat is op dit moment een beetje de situatie die aan de orde is. Dus we gaan even kijken in die weermodellen of we dat dan ook zien. Nu, korte termijn, 15 januari, dat is maandag, zien we eigenlijk een noordwestelijke luchtstroming met snipverkouden bovenluchten. En dat gaat buien triggeren. Dus op maandag, in de loop van de dag, verwacht u maar in Nederland, in België, in de Ardennen aan een rits. Ja, winterse buien. Daar zit van alles bij. Smeltende sneeuw, onweer, korrelhagel, regenbogen. Dus geef mensen dat zeker ook door, jullie waardevolle waarneming in onze weerapp. En die heet nog altijd Weerflash. Die is gratis te downloaden ook. Dus uh, doe je er voordeel mee. De minste uh, ja, kans op sneeuw, maandag is eigenlijk voor deze regio, uh, daar lijkt het mij eerder droog te blijven alles ten oosten daarvan zit maandag. Wel goed voor een boeiende weerdag. Nu de weerpol van deze weervideo is heel simpel. De vorige weervideo daar hadden we gevraagd van waar kijken jullie vanuit België of Nederland. En ik moet meegeven de Nederlandse kijkers die hebben de weerpol gewonnen. Jawel. En de volgende weerpol van deze update een heel simpele vraag. Drie keuzes. Als u mag kiezen wat wordt het? Onweer? Sneeuw of zon? Drie keuzes, laat het maar even weten. Waar doet u dat? Hier beneden onder mijn video in de reacties: onweer, regen. Dat wil niemand, dat was het. Onweer, sneeuw of zon. Dat waren de drie opties. Als ik ze moet kiezen, dan verkies ik eerder onweer en sneeuw. Zon krijgen we vaak al in de lente en in de zomer. Dus uh, ja, hopelijk. Ik ben benieuwd wat jullie gaan uh, reageren. Dus maandag, winterse buim, helder verhaal. Dan gaan we even kijken, als we wat verder gaan, dan gaan we naar die woensdag. Holy pepperonies, en dit is een spannende chart. Het is het laatste nieuwe weermodel van de Amerikaanse weercomputer. En wat ziet u? U ziet die sneeuwzone, die paarse lijn, ziet u op woensdag binnenkomen boven België. Sneeuwintensiteit betrekkelijk hoog, dus het gaat snel. Die groene kleur boven Noord-Frankrijk is regen. Ai, ai, ai. En dan gaan we een aantal uurtjes verder. Wat doet de sneeuwzone in de meeste centra? Boom. Ja, die gaat verder activeren en die komt tot stilstand boven België. Heel bijzonder, mensen, bij zo'n LMG, een luchtmassagrens. We praten er al een aantal weervideos en livestreams over op dit YouTube-kanaal. Het kan in de Ardennen bij dit soort. Situaties regenen terwijl het in België sneeuwt. Omdat de grens bijzonder tricky is, bijzonder kort is, tussen regen en koudere lucht met sneeuw. En hier lijkt Vlaanderen, Wallonië, voor een groot deel in die sneeuw te zitten. Luxemburg, zodat even mogen markeren met het kruis hier, zit in veel regen. En berekeningen, ik heb berekeningen gezien, als het zou regen zijn voor de benelux dan kan er opnieuw woensdag en donderdag 25 tot 50 liter regen vallen en ik wil niet de transfer maken naar wat als dat sneeuw gaat zijn we gaan dat nog niet doen misschien mag ik daar maandag een extra weervideo rondmaken ik zei het ik laat het in jullie handen um, stel u dat voor Pff, wat een klapper goed voorlopig gaan we daar niet vanuit voorlopig twee voeten op de grond en uh, ja, het zal daartussen liggen, denk ik. Nu, uh, als we dan naar de nacht gaan van woensdag op donderdag, zien we die sneeuwzone uiteindelijk weggaan richting het zuidoosten. En dan krijgt ook een deel van die Ardennen uh, en later ook Luxemburg krijgen die sneeuw van betekenis. Ja, dus bijzonder boeiend in het Amerikaans weermodel. We hebben uiteraard ook het Europees weermodel. En dit wordt de voeten op de grond. Woensdag 17 januari. Het Europees weermodel, het beste weermodel ter wereld. Waar is de sneeuw? Nergens. Die zit boven Frankrijk. Dus, mensen, nogmaals, bijzonder spannend. We hebben Britse weermodellen, Amerikaanse weermodellen, Europese weermodellen, Canadese weermodellen. En ze beginnen allemaal uit de pas te lopen. Ik moet alleen vertellen, als er effectief sneeuw valt. Woensdag. Dan kunnen er ijskoude nachten optreden. Zeker als het gaat opklaren. Als er geen sneeuw valt, dan is het sowieso boekendicht dicht. En ik mag zelfs nu al een preview geven richting het weekend die dan zo volgen. En de periode daarna, richting eind januari. Heel veel berekeningen. Die gaan naar zacht weer. Wind en regen. Nicolas. Daar zaten we op te wachten. Wind en regen. Not. Goed, dan gaan we die onzekerheid mensen hier even toelichten in de weerpluimen. En de weerpluimen, ik neem die erbij van 13 januari, de ochtendrun, de 00 run. En hier ziet u de onzekerheid. U moet hier even naar kijken. We hebben berekeningen die, en doe uw ogen dicht, naar een 12 graden gaan op die woensdag. En we hebben berekeningen die gaan naar ijsdagen. En dat heeft natuurlijk te maken met sneeuwval. Je moet ook even kijken naar de neerslagcurve voor woensdag. Holy pepperonies. Er zitten daar leden bij, 15 tot 20 liter of centimeter. Het gemiddelde ligt gelukkig een pak lager, 5, 6 centimeter. Maar dat in België of in de delen van Nederland, dat is al totale chaosvragen. Dus hier de ochtendrun, de no-no-zit-run. Dan zien we de dagen daarna vrij koel. Cool. Ja. En dan een opwarmende trend lijkt te gaan winnen richting het weekend. Dan. De meest recente is ook binnenmens. Die ga ik u meteen nu tonen. En wat zien we? Holy pepperonies. De 12 graden, daar gaan we niet meer aankomen. Maar er zitten hier twee lijntjes die er wel wat plezier in hebben om winter- en sneeuwliefhebbers zeer ongelukkig te maken. 7 graden onmiddellijk. Gelukkig, voor die winter- en sneeuwliefhebbers zit de merendeel van de leden in het Amerikaanse weermodel tussen min 2 en plus 3 graden ongeveer. En op het einde, ik hoef het u niet te. Zeggen opnieuw die opwarmende trend niet richting 40 graden, de rechterflank, maar richting een 10 graden. En opnieuw, er zitten nog altijd een aantal berekeningen die heel wat neerslag berekenen op woensdag en donderdag. Het gemiddelde is wel iets gezakt qua totale neerslagsom in de laatste um, berekening van het Amerikaanse weermodel. Dus mogelijk minder sneeuw in het best-case scenario voor de liefhebbers. En dan uh, ja, de sneeuwhoeveelheid. Als ik die er even bij neem. In de meeste centen. Dit is in um, ja, centimeter. 10 centimeter. Nu, water of sneeuw heeft altijd een iets of ander equivalent. Bij droge sneeuw of heel kletsnatte sneeuw. Gaat het soms meer zijn dan 10 centimeter. Of soms iets minder. En wat zien we hier? Er zijn een aantal berekeningen die het dus redelijk los laten gaan. In sneeuwval. En de... Ja, Operberekening van GFS, de hoofdberekening, die berekent toch op veel plaatsen een 4 centimeter sneeuw. Dus van die 20 cm waar een aantal leden voor kiezen, blijft er niet veel meer van over. En het gemiddelde van alle leden die gaat naar een 2 tot 3 cm. Daarboven een deel de taalgrens van België. En hoe noordelijker je dan gaat in dit weermodel, hoe minder sneeuw er zal vallen. Kijk, mensen, een heel technische update. We hebben het gehad over een LMG, we hebben het over de weerpluimen gehad, over de extreme onzekerheid. De wedstrijd loopt, 2000 duimpjes. U mag ook hier onderaan laten weten, aan mij, wat verkiest u? Ja, onweer, sneeuw of mag het toch maar zon zijn? Een van de drie opties, of alle drie. Mag uiteraard ook. En dan gaan we daar in de volgende weervideo, en ik hoop dat dat maandag is, uh, gaan we daar de uitslag van mededelen. Als u dit een heel leuke weervideo vindt, ja, welkom op dit YouTube kanaal vooral. En vergeet zeker niet te abonneren, want u zorgt ervoor dat we 30.000 leden gaan halen. Bye bye tot heel vlug, mensen.